is je moment. Mag ik jullie tickets naar huis sturen? Joost, nu moet je gaan. Er staat een vrouw. Om tickets te vragen, dus nu moet je gaan. Yes, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Martijn, ik wil je even een groot compliment geven, jongen. Nou, tegenwoordig elke dinsdag netjes een gierige ja, video. Ja, heeft niks met Veronica te maken. Heeft niks met Veronica te maken. En binnenkort ook een nieuwe serie, dus het wordt alleen maar toffer. Vandaag gaan we nog doen. Iets leukers. Ja. We gaan een tenniswedstrijd meepakken. Ja. Je kent het waarschijnlijk wel, dat ene toernooi in Rosmalen, waar we allebei de naam niet van weten. Nee, het is in ieder geval heel populair. En ja, wij zaten te denken, wat is nou het allerbeste plekje in zo'n tennisstadion waar je kan zitten? Ja, dat is gewoon als ballen, jongen. By far. Of als mascotte. Goed, we staan nu. We staan nu op. Dus we staan nu op een parkeerplaats in Rosmalen. Ja. We gaan voordat we de acties echt gaan uitvoeren, eerst even goed scouten hoe de omgeving er precies uitziet. Ja, we hebben al een kleine indruk. Er staan daar gele hesjes en daar gele hesjes. Ja. Dus we moeten die kant op, denk ik. Ja, we moeten die mensen wel een beetje ontwijken, want die camera die valt natuurlijk ook op. Ook een beetje dingetjes. Dat valt ook wel een beetje op in het tennispubliek, zeg maar. Ja, wij zijn niet heel kakkerig. Nee. Want jij bent wel vrij blarikens. Maar... Jij hebt totaal geen kakkerige scheiding. Nee, nu. Jij ook al jaren niet. Dus, maar qua kleding blenden we niet helemaal in. Oké, okay, ik ga heel even kijken ga of jij binnen het even oude lullen zijn. Of en maar, okay. Ja, ze mogen jou nog niet gezien hebben. Goeiedag. Een vriend van mij die komt hier, moet hier werken, maar is dat op deze ingang? Want ik denk dat ik hier op hem moet wachten. Ik zou hier op hem wachten. Hij is ook gewoon... Hier komt normaal ook de werknemer. Top, dankjewel. Ja. Hier buiten. Ja hoor. Dankjewel. Vertel. Dit moet echt goed te doen zijn. Oh, nou. Als in er staan twee bewakers, dus je kan altijd een afleidingsstrik doen. Maar dat is ook niet eens nodig, want ik heb ook even gecheckt waar personeel binnenkomt. Ook via deze ingang. Ik denk dat je wel gaat lukken, jongen. Oké, nou ja, laat eens omkleden. Is dit wel precies wat de ballenjongens aan hebben? Vorig jaar hadden ze dit, nu ja. Als jij bij die tennisbaan bent, ga je er vanzelf achter komen. Oké. Okay. Ja, dat zou ik er ook afhalen. Je kunt het niet meer terugbrengen, zonde. Gaat dit lukken? Ja, dit gaat lukken. Je hebt even een spycam opgedaan. Een hele onopvallende spycam heb ik opgedaan. Kijk, nu is het logisch, want de zon schijnt. Ja. Maar ik ga zo naar binnen. Ja, nee, dan is het een beetje gek. Meer binnen. Nee, precies. Het is een beetje gek dat ik daar natuurlijk met zo'n bril loop. Ik ga gewoon net doen als ik hier hoor. Goedendag. Goedendag, hoe kan ik je helpen? Ja, ik moet naar binnen. Ik ben ballenjongen. Heb je een pasje bij je? Wat voor pasje? Een accreditatiepasje. Die ligt nog in mijn lokker. Dus ik moet naar binnen. Ik heb niet bij me. Ik moet zo naar... Dan moet je echt iemand gaan bellen. Oké. Okay. Dankjewel. Het aanmelden als ballenjongen is niet gelukt. Die eerste keer met die kijkt me aan en die schiet er al alleen al in de lach gewoon puur om te kijken hoe ik erbij loop. Die bril, jongen. Wie heeft dat bedacht? Nou ja, als we één ding hebben geleerd van gisteren, ik kom niet geloofwaardig over als ballenjongen. Dus, dames en heren, we gaan het nog een keer proberen. En niet zomaar. It's me! Ik denk dat je het al een beetje ziet. We gaan als mascotte! We gaan als koala naar binnen! Waar we gisteren ook tegenaan liepen, was dat iedereen om deze pasjes vroeg. Nou zijn dit niet de pasjes van dit jaar, nee. Dit zijn neppe pasjes uiteraard van vorig jaar. Yep. Dus dit is ook niet waterdicht. Dat ze eigenlijk zijn het niet hele dichte plannen. Nee, we gaan dit proberen. En dat is een backup plan. Dit is een backup plan. Zet het gewoon aan? Let's go. Met een kwalaatje. Oh, let's go. Let's go. Yay. Gaan we samen even een tenniswedstrijdje kijken. Tennis, super vet. Je ziet eruit als een pedofiel. Ik voel me... Met mijn handje zo. Ja, laat het gewoon doen. Daar gaan we. Waar ik wel bang voor ben, is dat ze gewoon mijn gezicht willen zien. Heren! Hi! High five! Wat kom je doen? Yes! We zijn van het animatie team. Mensen bijmaken zoals jij. Van het? Van het animatie team. Hebben jullie iets van werk ja. Of zo? Ja! Dit is wel redelijke werk. Ja, snap ik. Maar... We hebben gewoon hier dit. Nee, snap ik. Ah, kijk. Ja, dat is helemaal goed. We hebben het door. Yes! Top, dankjewel! High five! Het zijn binnen, hè? Maar deze moet je wel voorbij je houden, want dit is oprecht wel een beetje de reden hoe we ze binnen gaan filmen. Oké. Okay.
Kijk, het is nu al duidelijk dat we de lach op de gezicht bij de individuele kunnen brengen. Ja. Maar ik denk de volgende uitdaging is om het op een groot schaal te doen. Dat denk ik ook. Laten we naar de Center Court. Let's go! Hier lopen mensen. Nu is er rust, nu hoor je ook een beetje muziek. Iedereen begint te schrijven. Dit is het moment om gelijk door te gaan naar het veld. Vind ik jij, ook. Jij raadt gewoon gelijk het veld op. En ik ben je begeleider. Okay. Oh, oké, laten we doen. Oké, okay, Joost, make them happy. Make them happy. Ah, shit. Joost, de wedstrijd is weer begonnen. Het lijkt me nu niet heel handig dat we hier even gaan zitten. Pas voor de volgende. Here I come. Je kunt zo je hoofd erop houden. Hey, volgende. Volgende, volgende. Ik kan dit. Ik ga je geen box geven. Dit ben jij, Joost. It's on you. Joost. Wat gaat er door je heen? Ja, jij zei net tegen mij, val niet op, maar dat lukt niet. Ik zie dat de hele overkant naar mij kijkt. Zo van, wat doet die Mogol in een berenpak? Shhh, stil zijn. Dit is je moment. Joost, nu moet je gaan. Er staat een vrouw. Om de tickets te vragen, dus nu moet je gaan. We zijn er dus weggestuurd. We zaten zo dichtbij. Wat gebeurde? Hij froze. Die tennisspelers, die komen natuurlijk ook niet via de tribune het veld op. Er is gewoon een ingang voor, net als voor de ballenjongens. Het is ook logisch dat het entertainment team via de hoofdingang naar het veld op. Ik heb niet gezien toen ik zat. Je hebt maar één kans voor dit. Ben je er klaar voor, juist? Born ready. Laten we dan een heel spannend muziekje dan op dit moment in monteren. Ik wil niet. Ja, hey, we kunnen nu ook alvast een beetje daar in die kat komen te staan. Ik snap je dat? Een soort van bijna. Ja. Merel, dus meisje dat als laatste de baan gaat betreden. Dus een extra hard applaus voor de baljongens en de balmeisjes. Oké, okay, nu met je. Kijk, gewoon een beetje leuk doen. Geef oké, okay, dit is op ieder moment. Ik wacht op die tennis eraan komen. Tot de tijd probeer ik zo onopvallend mogelijk te doen. Hallo. Hey. Hallo. Ja. Ik heb net gehoord dat jij hier niet in mag. Hoezo niet? Ik ben hier gewoon om de mensen te vermaken. Ja, als zo meteen die speels opkomen, dan moet ik leuk doen. Ja, ik vind het jammer voor je, maar je moet nu wel echt meekomen. Ja, zullen we dan wel gewoon hand in hand gaan we huppelen het veld af, oké? Okay? Ja. Ja, ja. Hey! Marty! Yes! Roze, lekker bek! Ja, dit is toch wat we wilden. We wilden de mensen blij maken op de tribune. En ik weet zeker dat is gelukt. Ja, en dat niet alleen. Je hebt ook nog gewoon godverdomme je momentjes meegepakt. Op Ziegelheim. Ja, daar ben ik ook super top. Hey, het is wel jammer dat ik net geen wedstrijd mee heb kunnen pakken. Maar goed, daar ging het ook weer misschien weer net niet om. Nee, dat mag de pret niet drukken. Je hebt op het veld staan. Je hebt mensen blij gemaakt. Gratis entree. In principe is het gewoon een heel rond, mooi item. Ja, vond ik en, ook. Vond jij dat ook? Laat het even weten in de comments. Laat even je blauwe duimpje achter. En dan zien we volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering. Oh ja, ja. Wat kun je ook nog weer doen als je als jij een wens hebt en je wilt gezellig naast ons staan, dan kunnen wij misschien wel jouw wens laten uitkomen. Zet even in de comments en wie weet tot volgende week. Later! Tot volgende keer, moet je even zeggen. Tot volgende week!